Hier hebben we de ILEC staart, zeg maar. Die zijn al anderhalf jaar, staan ze hier nog in de volle grond. Die komen vanuit een Peer 10. En die zijn al één keer rondgesnoeid voor de vorm. En dan hebben we hiernaast de buksen staan. En dit worden de piramidetjes. En die zijn dus eigenlijk even oud. Die zijn er vanuit los wattelgoed geplant. Maar je kunt dus wel het verschil zien, zeg maar, dat de ILEC toch wel wat langzamer groeit dan de buksers. En waarschijnlijk zijn we dus een jaartje sneller klaar met de buksers dan de ILEC.